De rederij Weiner van Gulpen en Larsen is een Nederlandse tankvaartrederij die met 60 schepen op jaarbasis rond 6 miljoen tonnen van de verschillende vloeistoffen over de Europese binnenwaterwegen vervoert. Het zijn met name gevaarlijke goederen, waardoor de kwaliteit altijd gefocust is op wat we doen. Dat weten onze klanten en dat is wat ons bijzonder maakt. Je moet een goede strategie hebben en vooral moet je gemotiveerde, enthousiaste medewerkers hebben die in alle situaties die op ons afkomen bereid zijn voor het bedrijf te gaan. Wergula heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal opererende tankersrederij met binnenvaartstankers in Europa. Dat vereist een goede coördinatie op zowel de schepen als op kantoor. Wij zijn hier bij de afdeling Ship Management. Deze mensen zijn bezig met alles wat met de schepen te doen heeft. Zowel de technische kant, het onderhoud van de schepen, de planning van het onderhoud. Alles wat daarmee van doen heeft. Maar ook van de wet en regelgeving die er is. Zorgen dat mensen de up-to-date regelgeving aan boord krijgen. Dus dat is een beetje wat deze afdeling totaal doet. Dus alles wat met schepen te doen heeft en de bemanning aan boord in de meest brede zin. Deze afdeling is de operatieve afdeling. Hier komen de klantenopdrachten binnen. Hier wordt door de collega's gekeken welke opdracht past bij welk schip. Hier wordt de planning in elkaar gevoegd. Hier wordt gekeken welke schepen passen qua tijd, qua uitrusting, qua grootte op de klantentransportwens. En hier wordt in principe alles operatieve van de rederij geregeld. Het predicaat koninklijk is een onderscheiding voor een grote onderneming die 100 jaar bestaat en een aanzienlijke positie heeft verworven op haar gebied in Nederland. Heel bijzonder om dit predicaat te hebben mogen ontvangen. Het is een erkenning voor lange termijn verstandig ondernemen met zicht en begrip voor de maatschappij en alles wat er omheen zit. Dat betekent echt heel veel voor ons dat wij op deze manier samen met onze medewerkers op een goede en verstandige manier bezig zijn. Ik kan dat alleen onderstrepen. Het is voor ons een hele bijzondere eer geweest deze koninklijke predicaat toegekend te hebben gekregen. Met ervaren personeel en nieuwe schepen in de maak ziet Wergula een toekomst waarin ze deze stabiele basis behouden en blijven innoveren.